Je mag gewoon praten hoor. Ik mag niet praten met een volle mond. Ah ja joh. Zo, eens eventjes de kat wat lekkers geven. Lekker met chili. Oeh, lekker. Ja, nou, ik heb dus een heel mooi pakketje binnen. Ja, die ga ik even met jullie openmaken. Trommelgeroffel. Ja, wat zou het kunnen zijn, mensen? Wat zou het kunnen zijn? Oeh, ja! Zo, we gaan hem even aan de stroom zetten. Kijk eens hoe mooi zometeen. Ja. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 4 januari 2022. Het is nu 9:20. Ja! Dus het loopt tegen 9:30 aan. Voor de mensen die dat niet snappen. Dus. En mijn lach was aanstekelijk, hoorde ik gisteren. Dus ik ga lekker veel lachen. Ja! Yo, vind ik leuk. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Oké, wat denk je? Ik moest eventjes net een tak slopen. Dat is goed hoor, schat. We gaan niet het water in. Nope. Die loopt wel lekker rustig hoor, zeg maar. Ja, goed. Zo even lekker op het randje. Hè? Je mag drinken, maar we gaan niet je zwemmen niet. Nee. Dat gaan we niet doen. Nee. Lijkt me niet handig niet. Nee. Gaan we niet doen niet. Nee. Even over je zus heen. Ja, dat dacht ik al, schat. Helemaal top, P. Ja, we gaan lekker veel lachen vandaag. Ja! Leed. Jij. Ja! Ja! Nou, dit is mijn even klein ontbijtje. Allemaal lekker mozzarella bolletjes. Ja, echt wel. Dit is lekker. Ja. Let op, hè. Dan liggen daar de twee. En als ik dan nu zeg van wie wilde wat lekkers, komen ze alle twee daar. Zitten. Eerst lady. Alsjeblieft. Dan jij en dan jij. Nou, de katten krijgen ook wat lekkers, want ze krijgen kalkoen van mij. Hé, hey, dat is lekker. Kijk, ik hier een heel mooi bakje. En dan ga ik deze erin doen. En nee, ik word er niet voor gesponsord. No, jammer joh, jammer, ja. En doe jouw lachjes? Nou ja, ik kwam ook wel lekker. Honden krijgen ook wel lekkers, ik ook. Ja, nou dat mag. Alleen ja, mevrouw die wilde nog niet op, dus helaas, pindakaas. En je mag gewoon praten hoor. Ik mag niet praten met een volle mond. Ah ja joh. Zo, eens eventjes de kat wat lekkers geven. Lekker met chili. Oeh, lekker. Nou, en deze zakjes. En deze kreeg ik dan en dan ook voor de honden. Hè? Nou, en dit kreeg Beauty dan. Alleen 's avonds. Voor de rest niks erbij. Helemaal niks. Is handig hè? Alleen maar zoiets geven aan een hond. En dan komen ze bij mij. En dan krijgen ze wel gewoon te vreten, zeg maar. Niet te eten, maar te vreten. Wat denk je? Ik heb nog niet genoeg gehad, Lof. Nee? Ik denk het wel, hè? Kijk, dan gaat dat zo meteen lekker. Namelijk de prullenbak in. Kijk. Even nog een beetje. En Lof, wist je al dat ik voorop ben van even binnen? Nee, nou dan weet je het nu. Zo, en dan gaan we dat eventjes op de... Kijk, oeh, ja, oeh, ja, oeh. Hier, de rode, hier, daar, hier, daar. Oh, dat is daar. En nou zijn ze lekker aan het eten, lekker aan het smikkelen. Ja, of ze nooit wat krijgen hier, hè? Nee. Daarom is die ook zo lekker vol. Deze mag ik weer bijvullen. Ja, of ze nooit wat te krijgen. Hier, moet je kijken hoe deze hierbij staat. Meneer Dikzak. Letterlijk en figuurlijk, meneer Dikzak.
Kijk, 1, 2, kom, lopen. Ja, hè, goed zo. Dikkie. Jij bent meneer Dik. Lekkere vent. Moet ik hem een beetje hier neerzetten, schat? Heb je een beetje wat meer ruimte? Ja. Handig, hè, zo'n krapaal. Ja. En daar komt waarschijnlijk zo meteen mijn pakketje aan. Want ik wacht op een pakketje. Ik hoop dat dat dus zo meteen mijn pakketje is. Dat denk ik haast wel, want hij gaat hier zo meteen parkeren. Ja, ik zie alles. Jullie niet, maar ik wel. Dat is grappig. Ja, ja. Hij gaat nu naar achter rijden. Ja. Ook leuk. En ik weet wat ik heb besteld. Dat is helemaal leuk. Hij moet nog eventjes het pakketje pakken. Doe ik het even zo. Anders hang ik zo wat in mijn vitrage, zeg maar. Ja, is niet handig. Nee. Kijk, ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Kijk, kijk, kijk. Ja! Anders gaat hij aanbellen. Kom, nou, zit erop. Nee, blijf. Hey. Ja, ik zat al op je te wachten. Top, yes. Dank je. Hoi. En nog de beste wensen. Dank je. Hoi, hoi. En dat is mijn pakketje. Binnen en hij is zwaar, zeg maar. Ja, hij is zwaar. Maar ik ga eerst nog even mijn thee opdrinken. Hey, puppy. Hey, schatje. Hey. Nee, je bent lief. Nee, je bent lief. Puppy. En daar hebben we nog die andere puppy. En dan ga ik even de stoel aanschuiven, want zo laat Rodus altijd zijn stoel achter. Is niet handig, zeg maar. Nope. Schuif hem gewoon even aan. Dat is een kleine moeite, toch? Nee, wel grapje. Ja. Ik ga meteen even opdrinken en dan ga ik zo meteen met Ro even het pakketje inboxen. Ja, en toen waren we dus weer bij de Jumbo geweest. Kijk, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Ja, Jumbo. Rodi loopt net daar naast me. Hey, hoe toevallig. Nou, wat moet jij nou weer doen? Even dus. Zegeltjes. Waarom zegeltjes? Vertel. Voor jou. Hè? Een paar zegeltjes. Ik kan mee vreubelen. Ja, dat is leuk, vreubelen. Met zoiets, dat vind ik zo leuk om daarmee te hannesen, zeg maar. En dat weet Ro, hè schat? Ja, helemaal. Hij is heel druk bezig. Spul op, hè. Yes. En dan gaan we weer lekker naar boven. Ook gezellig. Met de looptrap. Met de loop. Wat is het eigenlijk? Een rolpad. Een rolpad, juist. Dat wou ik weer zeggen. Maar ik kwam er weer niet op. Zo'n rolpad. Nee, op de airport heb je ding, maar niet op horizontaal. Ja. En deze loopt omhoog en naar beneden. Ah, I push you, Rotterdam. Hi, meis. Dankjewel! Ja, yo! Hoi, hoi. Doei! Hè? Ja, ik wel tegenwoordig. Ja. Ja. Ja, ja. Rodi sport echt gewoon niet hoor, soms af en toe. Echt gewoon niet! Wist jij en dat jij het niet en niet spoorde? Ja, dat wist ik, ja. Want ik ben Want? Een NS ook niet. Nee, niet. Je hebt wel spoor. Ja, precies. Kijk, maar dat kan ik ook wel doen, hè. Ai. Hi. Hey. Hi. Alles goed? Nee. Nee, jammer. Wauw. Ja, achter je. Oh, je mond jij! Maf! En door. Door. Oeps. Dat is een leuke vriend. Oeps!
Nou, schat, loop ja, door. Even door. Kom maar. 1, 2. 1. Mee breken. 2. 2. 2,5. Nee, maar jij doet vervelend, niet ik. Nee, niet die hoor, auw. Dan moet je maar door. Waarom moet je lekker? Doe maar, één voetje voor het andere voetje. Stop met draaien met van die kaart, dat is niet nodig. Als je gewoon even doorloopt, doe maar. Ja, als je doorloopt, kan ik het ook doorlopen. Je mag zich die kant op gaan, dan ga jij ook weer die kant op. Nee, je moet even doorlopen. Kijk, dat is ja, gewoon even doorlopen. Ik zal nog een paar stapjes maken. Nou. Oh nee. Blijf staan. Nou, waar ik sta. Blijf staan. Ja, jij ook. Ik ga alleen. Ja, is goed. Doei. Doei. Oh, wow. Ik ga naar de auto. Ja, vind ik leuk. Even rookpesten. Helemaal top. Af en toe zijn we gewoon even lekker. Gewoon eventjes gewoon kinders, heerlijk. Ja. Nou, Ro die gaat weer even een karretje wegbrengen. Die staat, nou ja. Hier staat Ro, hier. Ja. Nee, dat zag ik even rookpesten. Moet kunnen toch, want zo vaak zien jullie dat niet. Nee. Jo, ach ja, maakt niet uit. Nee. Maakt allemaal niet uit. Doe gewoon leuke dingen. Ja. En dan gaat hij weer een ander karretje weer terugbrengen. Gaat hij ergens weer in, ergens anders in doen. Meest handig. Nou, wacht wel even op Ro. Komt goed. Oh, nee. Hij en hij, nee, niet waar. Want Ro die heeft zijn boodschappen er even uitgehaald. Ook een hele handige. Ja. Oké. Komt hij er lang? Zo, en daar komt Ro aan. Gezellig. Yeah, toppie. Ja, en dat dacht ik al. En de kijkers ook, denk ik. Hoeveel muntjes? Maar 2 of zo. 2 of 3. Kijk. En je jas nog even uit. Ja, dat ook. Ja. Doet hij altijd in de achterbak. Is voor jou? Ja, straks. Wacht, thuis. Hoeveel heb je er? 3? Jeetje, huh? En je kocht toch 2? Zat dat in de kar of zo voor bij iemand? Hoor ik zo wel van je. Oké. Okay. Ja, nou, ik heb dus een heel mooi pakketje binnen. Ja, die ga ik even met jullie openmaken. Ik ga eerst even deze er even doen, hartstikke mooi, met een schaar, ja ja, met een schaar, ook dat nog, zo, en hartstikke mooi, kijk, dit is ook leuk hè, lucht erin zetten hangen, doe ik het even zo, hartstikke leuk, want jullie mogen nog niet zien, kijk. Zo doen ze dat dus tegenwoordig, en dan doen ze dus hier een zakje in, ja. Kijk, weet je wat leuk is? Draakjes schrok even, maar oké. Okay. Trommelgeroffel. Ja, wat zou het kunnen zijn, mensen? Wat zou het kunnen zijn? Oh, ja! Yeah! Het is een mooie Google Nest. Google Nest. Ja hoor. Een Nest Hub. Zo, goedemorgen. Ja, dit is mooi scherp. Kijk, heel mooi. Nou, we gaan hem eens even openmaken. Ook heel satisfying. Kijk. Hey, Google! Dat dus. En nee, ik word er niet voor gesponsord, helaas. Oeh, zo. Daar kijk ik gelijk naar. Nou, zoals jullie weten, ik zal even heel even omdraaien.
Ik heb dus namelijk ook een toon. Hier heb ik hem hangen. Dat is de toon. En ja, deze lijkt er aardig op, moet ik zeggen. Redelijk. Nou, ik ga hem eruit halen. Hij is heel mooi compact klein. Ja. Op de video's die ik heb gezien lijkt hij groter. Qua formaat. Maar ja, hij is ook niet zwaar, moet ik zeggen. Lekker. Dat is heel fijn. Wauw. Nou, dan hebben we hier dus dit erin. Logischerwijs. Aan de slag. Nou, deze gebruik ik eigenlijk nooit, zeg maar. Nee. Ik vind altijd wel dat ik het altijd zonder deze dingen kan doen. Soms ook niet, maar nu haal ik hem er wel even uit vanzelf. Maar doe ik het even zo. Maar ja, hij is kleiner dan wat ik dus dacht. Wat ik dus net al zei. Want Rauw en ik hebben dus heel veel YouTube filmpjes bekeken van deze mooie Nest Hub. Maar zoals nu, hij lijkt inderdaad ook wat groter. Maar als ik hem dichterbij doe, denk ik ook dat jullie zoiets hebben van, nou, valt inderdaad nog wel mee. Want hij kan gewoon op mijn hand staan. Dus ja. En ja, kijk hier. Het is net of nog mensen het... even kijken. Nou, dan gaan we hem even meten. Meten is weten, zeggen ze. Hij is... Even kijken. Gaan we het even zo doen. Kijk. Hij is zoveel lang. Dus... Dat is dus... Deze centimeter. In de lang, breed, weet ik het. Hoe ik dat uit moet gaan spreken, geen idee. Ik vind het helemaal goed. En dan gaan we hem even zo opmeten. En dan is hij dat dus. Dus dat valt reuze mee, moet ik zeggen. Reuze mee. En dan, hoe zei dat? Onderkant? Onderkant. Gaan we even de onderkant. De wat? Zo. Oh, zo. Zo. Mag ik hem nog eventjes draaien? Kijk, dan heb ik tenminste even iets beter beeld. Zo. En dan de onderkant is dus dit. Ja. Dus... Dat valt inderdaad reuze mee. Dit is versie 2. Hè? Dit is inderdaad versie 2. Tweede generatie. Zo, nou, deze heb ik er ook al uit. Deze gaat ook heel makkelijk, moet ik zeggen. Dus deze moeten ze eigenlijk overal meegeven. Want dan kun je hem ook gewoon weer makkelijker de snoeren bij elkaar houden, zeg maar. Deze is ideaal. Kijk, deze. Je hebt, en je hebt hier dus dit dingetje. Heb je hier dus een soort van lipje. Hartstikke scherp. Mag wel vandaag. Ja, scherp. Hallo. Ja. Nou, dan haal je hem dus hier. Ga je hem een beetje naar boven trekken, zeg ik. Trekken, zeg ik. Wil nou niet wat ik wil. Juist. Nu wel. En dan maak je hem dus open. En dan kun je makkelijker dus je snoeren eruit halen. Ik vind hem ideaal. Dit moet dus echt overal gaan uitvinden. Juist. Dit is dus een clipje. Die mogen ze overal wel gaan doen. Dat is ideaal. Ik zal hem ook even aan Ro laten zien. Kabelbinnetjes. Ik heb andere kabels even vast in. Zo, we gaan hem even aan de stroom zetten. Kijk eens hoe mooi zometeen. Ja. Kijk eens aan. En dan gaat hij zometeen helemaal opstarten. Kijk, alleen het is nog een beetje fel. Ja, dat kan kloppen. Maar we gaan hem ook zometeen... Lekker duidelijk. Hi Google. Nou, dan heb je dus ook dus... Dat zal je zometeen zien. Erop. Zo, dit is dus... Taal nummer 1. En dan hebben we ook gewoon in het Nederlands. Kijk, daar hebben we Nederlands. Dus voor het gemak had ik hem dus al geïnstalleerd op mijn telefoon. Kijk, zoals je dus hier kan zien. Nou, dan ga ik hem dus aanzetten. Kijk, en dan krijgen we dus dit te zien. Heel mooi. En dan gaan we dus aan de slag. Nou, en dan doen we... Die. Helemaal top. En dan gaan we op het oké doen. Helemaal top.
En dan gaan we op volgende klikken. Toestaan bij gebruik van app. En dan aanzetten. En dan op toestaan. Bluetooth inschakelen. Helemaal goed. Apparaat zoeken. Dat is ook altijd even handig vanzelf. Hey, Chromecast, huiskamer en Nest Hub. Nou, deze, die bovenste, die moet ik hebben. Want dat zie je ook hier. Die moet ik dus hebben, dus die gaan we ook aanklikken. Dat is deze. En dan gaan we op volgende klikken. Kijk, hartstikke mooi. Kijk, en dan hebben we dus ook nog hier code scannen. Dat is dus die QR-code. Nou, dan gaan we code scannen. En dan gaan we op toestaan klikken. En dan gaan we op... hij had hem al gelijk. Dat is mooi. Hij is goedgekeurd. Dan gaat die ook nog zometeen. Kijk, helemaal goed. Kijk. We gaan op vooruit. Nou, ja, we gaan er zometeen op vooruit. Helemaal top. Verbonden. Kijk, dat is mooi. Ja, is goed. Even kijken. Ja, is gewoon helemaal goed. Oké, nou, dan hebben we dus heel veel. Nieuwe maken, achterdeur, achtertuin, badkamer, eetkamer, gang, garage, grote slaapkamer, hal, hobbykamer. Nou, we gaan hem lekker in de huiskamer neerzetten. Gewoon bij mijn bureau, zeg maar. Nou, dan hebben we ook nog kantoor, kelder, keuken, schuur, slaapkamer, voordeur, voortuin, woonkamer. Ja, ik vind het prima. Voordeur. Ja, en dan doen we volgende. En dan moet ik dus het wachtwoord pakken. Ja, want anders komen we er niet. Nee. En dan ga ik het wachtwoord even pakken. Handig. Even kijken of hij verbinding gaat maken. Want volgens mij hoef ik hem niet eens in te voeren. Iedereen die weet nou dat en dat ik die heb. Helemaal top. Maar je komt er toch niet in. Mooi, gaan we updaten. En deze is verbonden. Ja, nou dan gaan we gewoon op volgende klikken. Zodat die mooi kan updaten. Ja. Nou, deze aan het laden. Kijk. Google App aanzetten. Ja, aanzetten. Gaan we lekker aanzetten. Hartstikke mooi. Daag. Eens even kijken. Wat gaat hij doen en waar staat hij? Mooi. Gaan we even kijken. Huiskamer. Kijk. Twee apparaten. Mooi. Gaan we zo even kijken wat hij gaat doen, hè. Vanzelf. En hij is al op 100% geüpdate. Dat is mooi. Opnieuw opstarten is ook heel belangrijk. Kijk, een huiskamer ook heel fijn. Helemaal top. Leuk, hè? Al die blokjes. Allemaal rood, oranje, groen. Nou, hij moet even opnieuw opstarten. En daar zijn we bijna. Ja, huiskamer. Kijk. We zitten in de huiskamer. Ja, dat klopt. Helemaal. Kijk. Nou gaat hij... dit is fijn, hè? Lekker. Nou, gaan we naar instellingen voltooien. Hallo, ik ben je Google Assistent en ik sta altijd voor je klaar. Ik zal je rondleiden zodat je aan de slag kunt. Nou, dan gaan we lekker aan de slag. Dus, gaan we lekker eerst aan de slag. Laat ik je zien waar je de instellingen vindt. Swipe vanaf de onderkant omhoog. Nou, gaan we lekker vanaf de onderkant omhoog swipen. Hier kun je enkele instellingen bedienen. Zoals schermhelderheid, wekkers en nog een paar andere instellingen. Tik op een willekeurige plek of swipe deze instellingen weg om ze te verbergen. Nee. Laten we nu eens kijken naar wat je op je startscherm kunt zien. To check out your day, swipe left from the right side of the screen. Ja, gaan we lekker die kant op. Hier vind je informatie en acties die speciaal voor jou zijn geselecteerd en die van 's ochtends tot 's avonds geüpdate worden. Tik dan op bediening voor in huis. Nou, bediening in huis. Nu kun je apparaten in je smart home vinden en bedienen, zoals lichten en thermostaten. Bijna klaar. Je kunt me allerlei vragen stellen en ik doe mijn best om ze te beantwoorden. Vraag me eens wat voor weer het is.
Hey Google, wat voor weer is het? Op dit moment is het 5 graden met buien in Den Haag. Er is voor vandaag 5 voorspeld en deels bewolking. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 1 graden. Als je terug wilt gaan, kun je swipen vanaf de linkerrand. Nou, gaan we dat doen, hè? Nog een laatste tip, als je meer informatie wilt, kun je me altijd wat kun je doen vragen. We zijn er helemaal doorheen. Ik kijk er naar uit om je Google assistent te zijn. Nou, dankjewel Google. Hey Google, wat voor weer is het in Den Helder? Op dit moment is het 4 graden en bewolkt in Den Helder. Er is voor vandaag 6 voorspeld en deels bewolking. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 1 graden. Hey Google, wanneer gaat het sneeuwen? Het sneeuwt op dit moment niet in Den Helder. Het is 4 graden en bewolkt. Hey Google, hoe heten mijn huisdieren? Sorry, ik heb het niet verstaan. Hey Google, hoe heten mijn huisdieren? Sorry, ik begrijp het niet. Nou, dat is jammer dat je het niet begrijpt. Zoek Karin op YouTube. Hey Google, zoek Karin op YouTube. Oké, hier is Karin op YouTube Music. Nee, ik zeg geen music. Dat zeg ik niet. Hey Google, zoek vloggen met Staalman van der Werf op YouTube. Prima, ik laat vloggen met Staalman van der Werf video's zien. Nou, dat klopt ook niet. Ja, deze en deze klopt wel. Die klopt wel. Die klopt niet, maar die wel. 2 jaar geleden. Na de IKEA en alles in elkaar zetten. Tweede vlog, 29/9/2019. Leuk, helemaal top. Hey Google, zoek Misters en Mister in Love op YouTube. Goed, hier zijn wat video's. Ja! De tweede! Joepie! Nou, dat is eigenlijk dus een beetje Google. Ja, dat is leuk. Ben er blij mee? Duimpje omhoog. Wil je meer van deze video's zien? Laat even een reactie hieronder. Achter. Dus meer video's over dit. Even een reactie hieronder, jongens. En daar is mijn pakketje. Helemaal top. Ja, daar is mijn pakketje. Pakketje nummer 2. Voor vandaag. Nou, dan gaan we toch maar even weer naar voren rijden, zeg maar. Dat is ook wel erg handig. Dat is leuk. Ja, redjepakketje.nl. Dat zeg ik, red je pakketje. En er is vriendin Lief ook mee, is ook handig. Ja, is leuk, is grappig. Heel grappig. Ja. Dus ja. Nee, ik doe wel even open, Lief. Ik doe wel open, graag, alsjeblieft. Ja, mag ik erbij? Even een beetje ruimte, UB. Hoe voor daar? Zo. Dat doen we even zo. Kijk, zo doen we dat dus. Helemaal top. Hi. Dan is het je vrouw. Dag. Ja, ik heb een top. Yes. Dank je. Hey, werk ze en nog een fijne, gelukkig nieuwjaar, wou ik zeggen. Hey, dank je. Hoi. Ik kwam er even niet uit. Maakt niet uit. Geef niet. Maar ik heb wel weer mijn pakketje. Het is een beetje donker nu. Ja, ik weet het. Maar mijn tweede pakketje is binnen. Ja, mijn tweede pakketje is binnen. Yay. Holadio. Dus, die gaan we straks even openen. We zijn er nog niet helemaal. Want, zoals jullie weten, had ik weer een pakketje binnen. Nou, die gaan we dus even open. Want dat is openmaken. Ik had hem een beetje al open gemaakt. Dat zit dus hierin. Ja. Ja. Yay, let's tripje. Kijk eens. Kijk, en wat zeg ik? Zo'n grote doos.
Zo'n grote doos. En dan zit zo'n klein dingetje in. Ja, joepere poepie. Zo, ledstrip. Gaan we eens even kijken. Ja. Ja. Ik ga eens even kijken hoe dat zit dan, hè. Vanzelf allemaal. Dus ja, ik ben er weer blij mee. En deze komt bij mijn computer. Setup te staan. Ik zal eens even kijken waar ik hem op kan maken. Ja, kijk hier. Heel mooi. Top. Ja, er zit dus hier dus een ledstrip in. Lijkt me logisch. Ik heb hier dus een mooie adapter. Ik heb hier nog een mooie afstandsbediening. Helemaal top. Kijk, mooi. En we hebben hier nog een mooi boekje. Met ook een dingetje erop. Ook leuk. Dus even openmaken als het wil enigszins. Of gaat dat nog niet open? Jawel, kijk eens aan. Helemaal leuk. Mooie papiertjes zijn dat, hè? Dat is zo mooi. Dus. Kan ik hem hier ook nog mee, aandoen? Of wat dan ook. Geen idee. Hola. Kijk, dat. En dan hebben we nog het bekende boekje. Kijk, en hij is dus ook, hartstikke idee, comfortabel met het Google Assistant. Ja, daarom heb ik hem dus ook gekocht vanzelf. Dus die ga ik ook eventjes installeren direct zo meteen. Dus ja, ben er blij mee. Yes. Zoals je dus kan zien, heb ik deze uit de verpakking gehaald. Deze had ik net ook al eruit gehaald. Nou, hier zit dus een heel mooi plugje. En dan zit hier een heel mooi dingetje. Nou, die moet je dus koppelen aan elkaar. 1, 2. Zo. Die heb ik dus gekoppeld. En dan moet hier dus de stroomtoevoer in. En nou, dit is dus voor de afstandsbediening. Dus we gaan zo meteen gelijk maar even uitproberen hoe die werkt. Eventjes op een kleine schaal, zeg maar. Altijd wel even een beetje handig. En dan gaan we dat mooi even doen. Zo. Nou, deze stekker gaat dus hierin. Zoals altijd, gewoonlijk. En ik neem jullie zo meteen even weer mee naar een ander stukje. Zo. Helemaal top. Hij gaat gelijk op blauw. Ook goed wat hij wil. Zo. Ik heb hier dus een hele mooie afstandsbediening, zoals jullie weten. Nou, hier zit dus altijd een lipje aan. Nou, die halen we dus eruit. Kijk, zo. En dan kun je hem eerst uitdoen. Nou, hij is dus nu uit. Ho. En dan doe ik hem weer aan. En dan doe ik hem even op rood. We hebben groen. We hebben wit. En dan hebben we ook nog gewoon color. En dan kunnen we hem donkerder maken. En lichter. Dus je hebt hier gewoon echt van alles. Kijk, dan doen we hem nu ook even op stroben. Zo, bep. Dan word je helemaal gek. Dan word je ook helemaal gek. Zo, rust. Mode. Zo, nou dat moeten we helemaal niet hebben. Kijk, en die hebben we dus ook nog. Dus ja,
dan gaan we even lekker zo praten. Ja, en nou, daar reageert hij dus ook mooi heel fijn op. Dat is leuk. Ja, helemaal top. Ja, inderdaad. Dat is leuk. Dus hij reageert dus nu op mijn stem. Dus dat is al helemaal geweldig. Nou, dan doe ik hem eruit. Ja, dat was hem. Dat is leuk. Speeldingetje. Oké, voordat ik dus naar bed ga, zo ga ik jullie nog wat laten zien. En dat is mijn PC-setup. Want die is behoorlijk wat veranderd. Zeer zeker. Ik ben er blij mee. Ro ook, want het was Ro zijn idee. En samen zijn we tot een ding gekomen, wat het dus nu is. Alleen ik moet nog wel even opruimen, maar ik heb wel netjes opgeruimd. Maar ik moet nog even plaatsmaken. Morgen wordt het nog vetter. Dus ik zou zeggen, kijk maar even mee. Ja, kijk. Nou, dit konden jullie al, omdat hij wat groter was geworden. Behoorlijk wat groter. En kijk eens. Ja, ik zou even Roos zijn ding even aan de kant halen. Ja. Hier, waar deze snoeren nu staan. Ja, hoor mij. Waar die snoeren nou langs gaan. Daar had ik dus eerst twee armen. En ja, het staat dus nu zo. Er komen sowieso nog andere pootjes onder. Als alles weer open gaat. En nou ja, misschien dat er nog een andere beeldscherm erbij komt. Deze kast die gaat ergens anders. Die gaan jullie ook dan niet meer zien. Dit wordt helemaal opgeruimd. Dat wat rustiger is. Dit wordt nog helemaal opgeruimd. Ik wil gewoon een ruime, opgeruimd, nette bureau hebben. Dus ja, en de printer staat nu even daar. Die gaat ook naar de achterste kamer. En dan gaat deze tafel weer uit elkaar. Dus komt helemaal goed. Dus ja, dit is mijn setup. Weet je nog niet hoe mijn andere setup was? Dan ga ik die even zoeken. En dan zal ik die eventjes nog voor dit. Of ik zal hem eventjes het plaatje even zoeken. En dan wil ik graag van jullie weten wat jullie mooier vinden. Deze of de foto hierna of de doorheen, weet ik het. Dus laat het even weten in de reacties. Ja. En dan gaat vrouwtje zo lekker naar bed. En Lady is nu even alleen bij mij. Ja. Jij komt vanavond nog even lekker bij me. Naar bed. Ja, vanavond later. Dus ik ga lekker slapen. Ja, het was vandaag een bewogen dag, moet ik zeggen. En wel bewogen, weet ik veel hoe ik dat uit moet gaan spreken. Maar als jullie mij maar begrijpen, vind ik het helemaal goed. Heel veel gedaan. Eventjes ook nog even, 's middags even op bed gelegen. Want Rodi was moe, ik was moe. Dus ja, we zijn nog even naar de Jumbo geweest, zoals jullie hebben gezien. Nou, even heel veel twee dingen even laten zien. Dus, maar morgen, wat ik net al zei, dat en dat ik mijn setup even net liet zien, gaat nog een hoop veranderen. Maar ja, ik wil jullie gewoon graag bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze leuke vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan en laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie ons weer morgen bij een gloednieuwe vlog.